We zijn al vanaf een beginstadium betrokken bij het project Lighthouse. Duurzaamheid in ontwerpen is gewoon heel belangrijk. Het is eigenlijk een fundament, zou je kunnen zeggen. In dit geval hebben we te maken met een bestaand gebouw, hoogbouw, wat ongeveer 30 jaar oud is. We hebben een volledig houten uitbreiding gemaakt. De hoofddraagconstructie is van hout. Is volledig opgebouwd met droge verbindingen, waardoor het eventueel in de toekomst ook demontabel uit elkaar gehaald kan worden weer. Met de visie voor het ontwerp heel specifiek het idee om veel meer daglicht binnen te brengen. Dus daar waar de kleine openingen in de bestaande hoogbouwgevel aanwezig waren, hebben we gekozen om met de uitbreiding die vierlaags rondom het hoogbouwgebouw is gezet, hele grote raamopeningen te maken. Wat we hier zien is een hybride gevel met grote glasgewichten. Wat we hier zien is ook een omgeving met een haven dichtbij. Dus we hebben veel windbelasting. Gewicht met windbelasting vraagt extra aandacht. En Schuco heeft een heel mooi systeem. Een systeem met kruisdragers die dat weer keurig afdragen op de houtconstructie die erachter ligt. Als je kijkt naar het hele traject wat we hebben doorlopen, ben ik ontzettend trots op het concept wat we hebben kunnen handhaven. De kwaliteit die we in het gebouw hebben kunnen toevoegen. Niet alleen maar voor het gebouw zelf, het hoogbouwgebouw met de uitbreiding die we hebben ontworpen, maar ook de eerste stap die we zetten in de hele ontwikkeling van District Tex. Dus daar ben ik ontzettend trots op.